Flitscolleges, spanningsbogen met mijn vriend Sean hier naast mij. Gaan wij het hebben over hoe je spanningsbogen in een film creëert. Wat is een spanningsboog? Welke spanningsbogen kennen we? En hoe pas je spanningsbogen toe in een film of in een verhaallijn? Kijk met ons mee. We hebben er een 2, 3, 4, 5, 6 op een rijtje gezet. Er zijn er nog veel meer, maar dit zijn de 6 die het meeste voorkomen. De Gun in the Drawer. Hij staat nog weer zonder R erachter bij mij, maar bij jou staat hij met een R, Dan. Comic Relief, Setup, Payoff, Time Lock, The Bear on the Beach. Nee, The Bear on the Beach, not The Bear on the Beach. Het was voor de zomer. En dan gaan we naar de cliffhanger. We hebben de Engelse begrippen genomen. Ze bestaan eigenlijk ook alleen maar in het Engels. Maar ze worden zo meteen duidelijk als ik ze ga uitleggen. Gaan we eens kijken met de eerste. The Gun in the Drawer. Dit is een spanningsboog die heel, heel vaak wordt toegepast op allerlei manieren. Er is een kamer. En er staan in die kamer twee karakters tegenover elkaar. Eentje zit achter een bureau. Stoel, bureau, lade, open. Overkant komt iemand binnen, deur door. De bedoelingen zijn overduidelijk niet al te vriendelijk. Er is een vorm van bedreiging. En wij zien de camera van achter de persoon achter het bureau even zo schuin in die bureaulade pieken. Wij als kijker en de man achter het bureau weten dat als de nood aan de man komt, dat er in het bureau een pistool ligt. De gun in the drawer. Die bouwt de spanning op. Gaat hij hem gebruiken? Gaat hij niet gebruiken? In deze setting weten wij het. De man achter het bureau weet het. Maar de man die de kamer in komt, die weet het niet. Er zijn dus in het plot, zeg maar, is er maar één persoon die kennis heeft. En wij als publiek hebben kennis van zaken dat er iets te gebeuren staat. Gun in the drawer. Eerste spanningsboog. De tweede, Comic Relief. Je kent hem allemaal op het moment dat er een actiefilm is waar heel veel spanning in zit. Ik kan er wel 100 bedenken. Heb je vaak een tweede karakter naast de hoofdpersoon. De hoofdpersoon is dan vaak de stoer, de sterke, de man die alle actie doet. En er is een kleintje, of een kleinere, of een minder mooie, of een minder geslaagde persoon die met heel veel kabaal vaker, een kleine postuur, een klein handigheidje, geniepigheidje, weet ik wat, mede vorm geeft aan de spanningsbogen. De comic relief zorgt ervoor dat op het moment dat de spanning eigenlijk too much wordt, dat er een soort grap of een soort grol geplaatst wordt of een soort iets wat je totaal niet verwacht. En die kleine comic relief die saves the day. Hij zorgt ervoor dat die held dan toch nog weer iemand net neer kan slaan of ervoor komt dat de bom ontploft en gaat ze maar door. Die comic relief is dus eigenlijk een grappig karakter dat in die verhaallijnen meespeelt, geen hoofdrol heeft, maar wel meehelpt om de plot op te bouwen. En dat gebeurt vaak met humor. Spanningsbogen worden dus afgevlakt door humor in de verhaallijn. Comic relief. De derde is ook een hele bekende. De setup en de payoff. Nou, heel mooi voorbeeld is Assepoester, we kennen hem allemaal. Schoentje is vloer, dat is de setup. En de payoff is dat die prins uiteindelijk na heel veel tijd dat schoentje weer komt brengen en aan haar voetje, voetje plaatst. En we weten allemaal, oh, dat is de nieuwe koningin van het Never Neverland. Wat ik me altijd af heb gevraagd is waarom Assepoester de enige vrouw was in dat hele koninkrijk die die specifieke maat had. Maar wel een klassiek voorbeeld van setup, payoff. Voor ons mannen, we hebben natuurlijk al die prachtige Die Hard films en daar zit allemaal, ik hoop dat er 4 zijn, Dan. 4 of 5? 4 Die Hard films? Misschien wel meer. 4, zegt Danny. Die hebben allemaal setup payoff. En in deze, ik weet niet welke van de 4 het is, aan de rechterkant zie je Bruce Willis die helemaal uitgeschakeld is. Volgens mij is zijn dochter in handen van de misdadiger. En wij weten dat hij achter zijn rug een pistool heeft geplakt. Dat is de setup. We weten dat pistool eigenlijk de hele film al, dat hij dat met zich meedraagt, is nog nooit gebruikt. En het laatste moment, dan weet hij, heeft hij zijn handen achter zijn rug en dan moet hij in één keer pang schieten. En dat gaat natuurlijk goed. De setup is dat pistool dat wij als kijker al heel lang kennen. En de payoff is, boom, hij schiet daarmee de misdadiger dood. Dan hebben we de volgende, Time Lock. Ja, spreekt voor zich. In heel veel films komt dit voor, de Time Lock. Er moet iets gebeuren binnen een bepaalde periode. Vaak is het een bom die aftikt. We hebben de prachtige serie 48 Hours gehad. Ik weet niet of je die nog kent. Wel een tijd geleden op Netflix zag ik laatst ook weer een serie waarin ook zo'n Time Lock met een bom plaatsvindt. Weet je hoe die heet, Dan? Ik heb hem ook even niet uit mijn hoofd. Maar het is een fenomeen dat eigenlijk altijd, niet altijd, maar in heel veel actiefilms gebruikt wordt. De tikkende bom. En voordat de bom op nul staat, moet er wat gebeuren. Nou, die spreekt eigenlijk voor zich.
Dan zei ik net al, in de zomer drink je een beer on the beach. Maar in filmtheorie hebben we het over de bear on the beach. De bear is eigenlijk een foto, letterlijk zoals je hem hier ziet, van een beer die op een strandje staat. Het is heel simpel. Ik heb een filmfragment. Stel je voor, ik heb een strandje met een aantal spelende kinderen. En ook al zitten die kinderen voor mijn part in, zeg maar Spanje of weet ik wel, van land. En die zijn daar aan het spelen. En ik zet daar opeens, à la Kuleshov, een plaatje tussendoor van een beer op een strand. Dan zou jij als kijker altijd de associatie maken, gevaar. Ook al is het hemelsbreed 10.000 kilometer uit elkaar. De bear on the beach die zorgt er letterlijk voor dat er een spanningselement aan het verhaal wordt toegevoegd. Ook al is er geen enkele relatie op dat moment met het verhaal zelf. Dus die beer zit als een proton ergens in ons hoofd. En dat proton wordt opgeroepen op het moment dat ik in de verhaallijn een plaatje laat zien. En dat is wat we de bear on the beach noemen. Dat is het effect van dat als ik gevaar toon, dat men dat automatisch koppelt aan het plaatje wat daarvoor zit. Het is eigenlijk ook een hele mooie vorm van decoupage. Dan hebben we de laatste. Nou, dames, goede tijden, slechte tijden. Ik weet niet of daar iemand nog naar kijkt. Ik kan me niet voorstellen, maar het is nog steeds op tv, geloof ik. De cliffhanger is eigenlijk klassiek. Aan het einde van de soap, aan het einde van de aflevering gebeurt er iets waardoor je afvraagt, hoe gaat dat aflopen? Iemand geeft iemand met een vaas een enorme hengst op de kop. Nou, leeft hij het? Overleeft hij het? Hoe langer de tijd tussen de afleveringen, dus aan het einde van een seizoen, hoe groter die cliffhanger. Maar bijna al die soapseries die hebben die cliffhangers eigenlijk wel staan. Ook aan het einde van elke aflevering. Hoe gaat dit verder? Vroeger hadden we een hele mooie serie, Soap heette dat. En dan was de eindzin was altijd confused. En dan you won't be after the next episode of Soap. En dan ja, moest je weer kijken voor de volgende. Dat is de cliffhanger. Hij houdt je vast. Bedenk, maak een script, een clip waarin minimaal 2 spanningsbogen te herkennen zijn. Uit het rijtje van de 6 die we hebben, gebruik er eens 2 van de 6. En dan zul je zien, als je die spanningsbogen herkent en onderkent, dat je ze ook heel makkelijk kunt toepassen in je verhaallijnen. Dank, tot de volgende keer.